Vandaag is het Nationale Boomfeestdag. Een bijzonder moment te vieren, want we gaan straks 150 bomen planten. En het Rode Kruis bestaat dit jaar 150 jaar. Dus ik dacht, we gaan iets met bomen doen. En we gaan mensen vragen om een boom te kopen voor 40 euro. Nou, er is wat meer betaald, dus we hebben ook gewoon wat meer geld overgehouden. En ik belde Jan Karel op en ik stuurde een mailtje naar de burgemeester. En iedereen was meteen enthousiast. En het resultaat gaan we zo meteen zien. Wat kunnen jullie dan nog extra doen als lokale afdeling bij zo'n actie? Nou, heel veel. Waarom? Allereerst omdat het een vreselijk leuk idee is. Dat slaat dan meteen over, die vonk. Ja, en dan is het aan de slag met de afdeling. En het enthousiasme wat Gijs op mij overbracht, kon ik gelukkig bij mijn medebestuurders overbrengen. En toen was het, ondanks dat we heel laat eigenlijk hiermee begonnen, 2-3 weken voordat de 3FM-actie echt in de lucht ging, konden we toch aan de slag en hebben we zo bijna 50% meer binnengehaald dan het streefbedrag. Ja, dat is gelukt. Fantastisch. Dus ik weet dat er een aantal donateurs ook in het publiek staan. Heel fijn dat jullie er ook zijn. Nou, wat we hier doen dadelijk is ook het verschil maken. 150 bomen. Het lijkt wel of dat er in Amersfoort alleen maar bomen gekapt worden. Hè, dat is het beeld. Nee, we zetten ook heel veel bomen neer. En dit is natuurlijk wel een uitleglocatie waar we nog de toekomst heel veel nieuwe Amersfoorters gaan verwelkomen. Dit is trouwens de meest vruchtbare grond van Nederland. Dan zie je, behalve die fietser, daarvoor ligt een stroompje. En dat stroompje heet De Laak. En dit gebied heet Over de Laak. Ook wel Vathorst Noord genoemd. En een tijdje terug hebben we in de raad het besluit genomen om dit, zoals dat dan zo mooi heet, groen recreatief in te gaan richten. We gaan aan de slag. Nou, gaan met die handel. Kijk eens, hier. Weten we eigenlijk wat voor soort boom er als eerste wordt geplant? Ja, dames en heren, ze staan, de 4 eerste bomen.